Ja, dit is heel erg mooi. We hadden een paar weken geleden al het eerste monument gewonnen. En staan we hier ook weer volgende hele grote mooie wedstrijd. En winnen we alweer. En vorig jaar tweede hier. Nu winnen. Het is wel heel mooi hoor. Wat voor een winnaar is het? Ja, John is gewoon echt ontzettend sterk. Die heeft ook weer een stap gemaakt ten opzichte van vorig jaar. En toen was hij al zo goed. En zei hij zelf ook dat hij in de finale kon hij eigenlijk alleen maar volgen. Ja, en nu is hij volgens mij de sterkste in koers als ik het zo hoor. Dat hij eigenlijk alles vooraan controleert en dan ook nog in de sprint afmaakt. Ja, Milan Sanremo en Parijs-Roubaix, dan ben je veelzijdiger. Ja, dat kun je wel zeggen. Dat kun je wel zeggen. Hij is heel sterk. De ploeg was ook heel sterk, denk ik. Het plan perfect uitgevoerd. En dan was het verder dan in de laatste 15, 20 kilometer aan John. En dat doet hij dan ook heel goed. Ja, hoe was het raar dat je Koen de Kort in dat plan? Ja, ik voelde me eigenlijk echt heel goed. Dus ik heb me in het begin rustig kunnen houden. En daarna eigenlijk vanaf het bos van Valère, daar was het echt een beetje aan mij om met ontsnappingen mee te gaan. Altijd voorin te rijden, te controleren. En waar mogelijk John voorin houden of naar voren rijden. En was eigenlijk een beetje gedaan bij de Carrefour de Larbre. En zover haalde ik het inderdaad ook. Ja, je werk gedaan, redelijk kort eindigen. Je mag voor jezelf ook tevreden zijn. Ja, absoluut. Absoluut. De laatste weken is het echt heel erg snel vooruit gegaan met mijn vorm. En wel geluk dat het dan weer net op tijd echt goed was. Maar net zoals in Ronde van Vlaanderen heel goed rijden en hier heel goed rijden, dat is wel mooi hoor.